Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video hier op Banjo Town. Ja, jullie kennen het al een beetje, lijstjes hier op Banjo Town vanuit de Banjo Studio. Maar natuurlijk. Wij gaan vandaag weer een nieuw lijstje, namelijk 15 dieren die verkleed zijn als stor. Dat is toch wel zeer intens. Ja, dit is een lijstje waar iedereen zin in heeft. Gewoon de eerste al. Kijk maar met dat kleine hamertje. Ik ben een held. Oh, dat is en zo schattig. Maar kijk ook in de spiegel. Hij heeft een klein rood capeje. Ja, precies. Maar kijk, dat ene pootje die rechter lijkt heel lang en lijkt een penis. Dat lijkt zo'n lange penis. Een egel een hele lange penis heeft. Oh, godverdamme. Oh, god. Nou, de volgende ben ik klaar voor. Ja. Dat is toch echt een... Zo'n betere uitvoering. De eekhoorn. Die eekhoorn die houdt hem ook echt vast. Ja, echt baas. Maar ik denk dat de eekhoorn nep is. De eekhoorn ja, is dit moet wel gefotoshopt zijn. Je kan echt moeilijk een eekhoorn vangen en hem dan dit allemaal aan laten. Het ziet er wel heel cool uit. En dan komt dit. Ja, dit is gewoon echt first class dierenmishandeling. Dit is geen Photoshop, kan ik je vertellen. Geen Photoshop, nee. Okay, ook dat hamertje wat hij op zijn rug heeft. Op zijn rug, ja. Nou. Ben je klaar voor het konijn? Het konijn. What? Het konijn ziet er ook echt evil uit. Ja, die rode ogen. Ja, maar het is ook, weet je wat volgens mij het ding is? Als je een dier op Thor wil laten lijken, doe je hem alleen even een rode cape om. Ja, en het helmpje hier dan ook, hè? Ja, en het helmpje. De vleugeltjes zijn wel belangrijk. Ja, en voor de rest broeit je het hamertje, klein details, als je er zin in hebt. Ja. Wat ligt er op de achtergrond? Ik zie iets van een kommetje, een papiertje van een snoepje. Volgens mij is dat een roker, laat ik het zo zeggen. Denk je niet? Ik weet niet, het lijkt op een sigaret, maar ik weet niet zeker of het een sigaret is. Sigaret of een pen, die weet je, ik kan het ook niet. Sigaretpen, zoals shisha pen. Een shisha pen. Oké, dan gaan we verder naar nummer 5, is een speaker. Een Loki cavia. Hetzelfde. Wauw, hoe vet. Nou, Loki. Oké, wat is het voor beest? Hij is wel leuk. Dit is wel een van de betere. Vooral die leren mouwen zijn heel tof gedaan, met die ruitjes erop. Nee eens, ik vind dit echt een van de betere. Je ziet ook dat dit dure stof is die hond aan heeft. Ja, en dat een high-class hondje dit. Ja, mee eens. Nu de Labrador. De Labrador. Labrador, applaus. Voor zo'n woordgraf, Labrador. Ja, daar heb ik respect voor. Dat verdien je het ook hoor. En okay, dan komt de Mighty and Noble Cat. Okay, voor een foto van zichzelf. Dit is gewoon meer de houding, want het hele vorm mist wel een beetje. Hij heeft een beetje een cape. Nee, dat... Oh, hij heeft een hamertje nog bij zijn poot. Oh, hij heeft een hamertje onder zijn poot. I'm four, I'm mighty. Dat is wel heel petty. En ik heb de Chihuahua. Die is echt achterlijk. Maar dat is ook, moet je nagaan, je loopt over straat en je ziet in één keer die Chihuahua met een hamer op zijn rug. Ik zou een trap tegen haar geven. Ja, echt hè? God, ik zou die hamer van zijn rug pakken en... Pat, en ik heb plat, ja, op dat koppie. Nee, joh, dat krijg je wel aan. Op het koppie. This is Torgy. Torgy. Oké. Hey, je bent al met een helm, gefeliciteerd. Weet je wat ook het is? Dat is meer een Batman helm die hond ja, draagt. Ja, niet echt, als je zegt wat is dit, zou ik wel zeggen een hond met een helm op. Ja, het is niet dat ik Thor zeg, nee. Nog een Torgy. Ah, deze vind ik leuk. Ah, dit is een stoetje. Met een hamertje. Oh, dat is zo leuk! Ik vind het ook mooi, ze hebben zeg maar dat kussen wat ze hebben neergelegd. Nee, je vond dat als steen, ja. Ja, precies, als rots. En jammer van die Superman tas die eronder ligt. So be it. This dog with snazzy bracelets. Oeh, dit wordt een spannende. Oh, wat een leuke. Ik ben benieuwd opeens, wat is nou een slang als Thor of zo? Dat wil ik echt zien. Dan weet je nu erger, ik hoop dat hij slang krijgt, maar daarachter. Dan loopt nog een poedeltje verkleed in iets roze. Een veeënpak of zo. Maar dit betekent dus, misschien is er een soort poedelconventie. Ja. Ja, een fantasy fair voor poedels. Ik zou erheen gaan voor Riksavonturen. Ja, voor Riksavonturen. Maar wat is dit? Is dit echt iets of... Ik denk het. Een soort comic-con voor je dier. Je hebt wel in Amerika echt van die hele serieuze kattenshows en zo. Waar mensen hebben een kat en mag gaan als leeuw en zo. Dat ze verven en haar doen. Maar dat vind ik wel cool als je dan een Thor hebt. Ja, doe je gewoon mee met die Thorkat. Ja, precies. Okay, ik vind het wel vet. Dit is Thor Chill, Chintor, Asgardian, Chinchilla. Hij is leuk. Nee, het is gewoon een diertje wat grappig is. Hij lijkt niet. Nou komt een Puk. Die zijn altijd grappig. Een Pukje. Loki is hij. Kijk, dat zie je aan het vestje, Loki. Oh ja. Alleen, weet je het raar is hieraan?
Hij heeft het shirt van Loki aan en ja, de cape van voor. En de hamer. Van voor. Moet ik hier naar mee? Ja, en wat heeft hij nou op zijn nek eigenlijk? Is dat die ogen echt heel eng trouwens? Ja, en hij heeft ook een doodskopje daar, hè? Volgens mij is dat een doodskopje aan zijn bandje wat omgekeerd hangt. Oh ja, en dat goed gezien, zo'n piratending, piratenkruis. Ja, maar dat betekent, ik weet niet wat voor emo motherfucker deze Puck thuis heeft zitten. Ik vind het niet, ik dacht deze Puck wordt leuk, maar ik vind het eng. Gewoon eng geworden eigenlijk, leuk veranderd in eng. Ah, deze vind ik wel weer leuk hoor. Nee, nu zou ik weer echt een aanloop nemen van achter die hond. Bam! Het ziet gewoon zo raar uit buiten. Als je dit soort misschien heb je het algemeen gewoon eens naar honden zien. Dat was gewoon willen trappen. Dat we honden willen trappen. Welkom bij Wiretown, wij trappen honden. Nee, hondentrappers. De hondentrappers. En dan komt de laatste. En this park en this buddies. Oh, dat is een gif. Oh. Kom op, laat internet, laat. Het is ook de Avengers gewoon. Net de Avengers. In... Oh, oh, oh. Ik weet niet of we de gif erin kunnen monteren, maar anders zie je wel een foto van. Oh! Ik kan wel overfilmen ofzo, dan met een van de. Het wordt heel moeilijk om dit over te filmen. Maar in ieder geval, je ziet wel een plaatje en al die hondjes die zijn zeg maar aan boogieën. Ja, het is fantastisch. Boogie, boogie, boogie. Oh, er zijn nog een paar van voor die het gaat approven. En nou, dat is wel even Thor-proof. Zijn ze die gewoon in I-approve of iets in die richting? Ik verwacht niet echt al te veel. Nou ja, weet je, fuck it ook jongens, we hebben heel veel leuke diertjes gezien verkleed als Thor. Kijk, hij gaat even een knipoog. Ja, hij geeft een knipoog, maar dat boeit niet. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond deze diertjes echt geweldig. Ik heb genoten. Ik vind het een van de leukere video's. Stuur deze video door naar al je vrienden die ook van Thor houden of diertjes of iets. Nou, mensen die van dieren houden gaan deze video niet leuk vinden. Nee, ze waren je vrienden die niet van dieren houden. Ja, wij hebben 100 keer gezegd dat we dieren gaan mishandelen. Dus jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Geef vooral een duimpje omhoog hier beneden. Morgen om 12 uur is er een nieuwe video hier op Banjo Town. Die wil je niet missen. Tot dan, hè. Later. Hoi, hoi. Banjo.